Wat is de duivel? God is bewustzijn, de schepper, de observeerder van alles, net als wij. Er is maar één bewustzijn. Het lichaam is ons voertuig voor de ziel. Het lichaam is niet wie wij zijn. Je lichaam is gecreëerd binnen het bewustzijn, niet andersom. Ik ben het lichaam of ik heb een lichaam zijn twee verschillende dingen. Dat je je bewust bent dat je een lichaam hebt, maar niet dat je er je mee identificeert. Degene die bewust is, kan niet aangetast worden, door welke ervaring dan ook. Maar heeft vrede en accepteert het nu. Dus dat is wie wij allemaal zijn. Wie wij allemaal werkelijk zijn. Dat is onze essentie. Dat is onze kern. We zijn God in een menselijk lichaam. En dan moet je niet denken aan je persoonlijkheid. Aan het ego. Maar aan je grote ik. Datgene wat achter jouw kleine ik verscholen zit. Daar zit jouw grote ik. Je observeerder. Die alles waarneemt. Gewaar zijn. En God leert zichzelf kennen door ons. Maar ook, niet alleen als mens, maar ook als een steen. Als een boom. En als een dier. Denk maar aan dog. Een hond. Dog. Draai hem om. God. Maar ook wij als mens, wij zijn hier zodat God zichzelf kan ervaren, middels de dualiteiten. God is geen entiteit, maar bewustzijn. Maar nu komen we bij waar deze video over gaat. Als we weten wat God is, wat is dan de duivel? De duivel is ook geen entiteit. Mensen zijn bang voor een of ander eng wezen. Maar eigenlijk is de duivel het ego. Waar God is, kan geen lijden zijn. Want daar kan het ego niet bestaan. Lijden kan alleen bestaan in het verstand. In de denkgeest. In het programma van het ego. Het is een soort automatische piloot waarop het ego draait. Alleen lijden kan dus alleen ontstaan in het verstand. In gedachten. Wanneer je lijdt, dan komt dit door het ego. Door de duivel. Het is slechts een gemoedstoestand. Niet een of ander eng wezen. Het ego vertelt je dat je niet goed genoeg bent. En daar komt angst, schuld en depressie vandaan. Het ego wil niet dood en doet er alles aan om controle te houden. Yeshua was ontwaakt. En hij wist dat hij één was met God. Ja. De hemel en de hel zijn slechts. Het zijn geen sferen in het hiernamaals. Het zijn denkgeesten waar je uit kan kiezen. Er zijn twee denkgeesten.
Die van het ego of die van de Heilige Geest? Als je gevangen zit in je verstand, zul je lijden. En dat is dan de hel. Maar wanneer je aanwezig bent in de Heilige Geest, in de juiste denkgeest, dan kun je de hemel ervaren. Het verstand gelooft in valse identificaties, geloofsovertuigingen. De Heilige Geest is alleen. Zijn. Het accepteert alles zoals het komt en gaat. En ziet de gedachten wel voorbij komen als een wolk, maar doet er vervolgens niets mee. En blijft gecentreerd. Stil. Daar waar het ego meteen reageert op elke gedachte. De essentie van wie jij bent is God. We leven niet in een universum. Het universum leeft in jou. Jij bent het universum. Stel je eens voor dat iedereen zal ontwaken in zijn ware natuur. Dan zou er vrede op aarde zijn. Niemand die elkaar meer pijn wil doen. Omdat ze dan, wanneer ze ontwaakt zijn, vanuit de juiste denkgeest handelen. Maar afgescheidenheid, afkomstig van het ego, die denkt afgescheiden te zijn. En die leeft vanuit drie activiteiten. Drie geloofsovertuigingen. Het ego gelooft in gebrek, in gehechtheid en in oordelen. Controle. Het is de onheilige drie-eenheid. Het ego is een gedachtesysteem. Het ego is de duivel. De duivel is een archetype voor onze menselijke ervaring, zodat we goed van slecht kunnen scheiden. Satan, Lucifer, is het tegenovergestelde van God. Maar we hebben allemaal de mogelijkheid in ons om of te vernietigen of te creëren. We hebben duister en licht in ons. Allemaal. Door je schaduw aan te kijken en je ego te integreren, kom je dichter bij je kern. En dan schijn je ook meer licht. De stem van de criticus wil dat je al het tegenovergestelde doet van wat God zou doen. De duivel, het ego, lijkt dus de vijand van God te zijn. Maar God leert zichzelf alleen kennen door het tegenovergestelde. Hoe kan God goed leren kennen? Hoe weet God dat goed goed is? Armageddon is de donkere nacht van de ziel. De grote verdrukking is het gevecht tussen het ego en de ziel. De rapture, de opname, is het Christusbewustzijn. De spirituele ontwaking, je wordt opgenomen in de juiste denkgeest. Je ontwaakt in de juiste denkgeest. De dromer ontwaakt
in de droom. En realiseert zich wie die werkelijk is. Het is een ego-dood, het afbrokkelen van wie jij dacht te zijn. Natuurlijk hebben we het ego ook nodig. Maar wel wanneer je hem geïntegreerd hebt. Want anders is hij niet gezond. Dus God leert zichzelf kennen door het tegenovergestelde. Zodat hij zichzelf kan vergelijken met dat wat hij niet is. Daarom heeft God ons geschapen met een vrije keuze. Kies je voor het gedachtepatroon van het ego? Ga je in die denkgeest zitten? Of ga je in de denkgeest zitten van de Heilige Geest? Je kan niet in allebei tegelijk zitten. Je zit of in de ene of in de andere. Je kan wel switchen. Dus wanneer je bewust bent dat je in het ego-denksysteem zit, kan je terug naar de Heilige Geest, naar het andere denkgeest. En ja, sommigen nemen een hele omweg en die hebben heel veel levens nodig om erachter te komen wat ik nu vertel. Dat ze ook in een andere denkgeest kunnen zitten. En sommigen die nemen de korte weg terug naar huis.